Hallo en hartelijk welkom bij WH Self-Invest. Ik ben Mark Kiewitz en ik ben medewerker bij WH Self-Invest al sinds meer dan 15 jaar. En ik ben normaal Duitsstalig, u zal het ook horen. Ik ben geen Nederlandstalige spreker, maar ik ben Duitsstalig, maar Nederlands op school geleerd en in België ook opgegroeid. Dus daarom spreek ik ook een beetje Nederlands. Ik hoop het is voldoende dat u mij allemaal kunt verstaan. Ja, wij zijn vandaag ongeveer aan 3 kwartier samen om u 3 efficiënte tradingstrategieën te presenteren. Dus dat is de titel. Deze keuze heb ik gedaan voor mijn titel. De markt is open. 3 efficiënte strategieën. En ik presenteer u dus vandaag 3 van onze meer of minder 80, 80 strategieën die we hebben in NanoTrader Full. Dus een heel groot arsenaal van automatische handelssystemen. En van deze strategieën presenteer ik u vandaag 3. 3 met die hebben de namen Open Trade, Morning Angler en Morning Buy. En het zijn allemaal strategieën die geschikt zijn om 's morgens indices te kunnen handelen. Dus zoals bijvoorbeeld een DAX-index of een CAC 40 of een Eurostox. Maar Morning Buy bestaat bijvoorbeeld ook voor de US-markt. Dus daar kunt u dan ook om 15:30 vanaf 15:30 in de namiddag bijvoorbeeld de S&P 500 of de Dow Jones handelen. Open Trade en Morning Angler zijn geschikt voor Europese indices en Morning Buy dus voor Europese en Amerikaanse indices. Ik hoop alles is best bij u. U kunt me goed horen en ook zien, dus mijn PowerPoint-presentatie op dit moment. En ik ga straks zeker toch ook nog in het NanoTrader-platform live de strategieën tonen. Dus als u vragen hebt, mag u altijd vragen aan mij stellen. U heeft daarvoor een chatmodule. Daar staat vragen op of een kwestie maakt. En daar kunt u een vraag intypen. Ja? Dus uw microfoons zijn uitgeschakeld. Ik kan u niet horen. Als u een vraag hebt, mag je die intypen en stellen. Ja, we beginnen direct met een risicowaarschuwing. Het is altijd plicht dit te laten zien aan iedereen aan het begin van elke webinar. Risicowaarschuwing, misschien weet u het al, 72% bij deze broker, dus bij WH Self-Invest, verliezen in een handel met CFD's. Bij deze aanbieder dus geld, omdat ze allemaal, ja, vele van deze beginners doen altijd dezelfde fouten. Ze handelen te hoog, te groot, het cash is te klein op de rekening. Ze handelen in markten die ze niet kennen en er zijn een groot aantal van zaken die ze doen, die ze normaal niet mogen doen. En daarvoor geven we ook een aantal van de webinaren om dit te tonen, wat u het best kan doen om met goede, positieve performance te handelen in deze markten, zoals CFD's of futures. Risicowaarschuwing staat ook, volledige tekst staat ook op onze website, whselfinvest.be. Ja, we komen direct aan de eerste strategie. En bevor ik aan mijn speciale slides kom en dan ook live in het platform, nog een klein uitkijk op onze website, whselfinvest.be of in dit geval .com/nl. En hier vindt u dus de hele theorie terug over alle strategieën, ook over de 3 strategieën die ik vandaag presenteer. U mag hier bij talenkeuze dus op Nederlands gaan. We staan nu al op Nederlands. Er bestaat ook een Duits, Engels of Franse versie. En dan hebben we hier bij Futures, CFD en Forex alle informatie over dit product zelfs en over de kosten, het budget en ook hoe u een rekening kunt openen. En dan gratis in het platform hier staan alle, ja, alles wat we hebben betreffende signalen of strategieën vindt u hieronder in gratis in het platform. En hier hebben we ook de tradingstrategieën. We hebben 76 op dit moment. En als u hier klikt,
dann findet ihr alle 76 Strategien zurück. Was haben alle Strategien gemeint? Dus wir haben für alle Strategien enkele Kriterien, die sie alle mal haben. Dus alle Strategien sind bijvoorbeeld beschikbaar in der Nanotrader-Plattform, Nanotrader-Full-Plattform. Alle sind völlig gratis beschikbaar. Dus je hoeft er niet voor te betalen voor deze strategie. Je kunt ze allemaal backtesten. En vele van deze strategieën werden door bekende traders ontworpen of staan in tradingboeken van bekende traders. Nieuwe strategieën worden regelmatig toegevoegd en u kan de strategie ook aanpassen in het NadoTrader Full platform. Dus het zijn gele vaste constructen. Je kunt ze altijd nog veranderen. De parameters zijn mag u veranderen, zoals de stop of de target of ook de parameters van de technische indicatoren. En wat is heel belangrijk, programmeerkennissen zijn niet nodig, dus deze strategieën werken naar het principe click and trade. Dus u kiest voor een strategie op een bepaald instrument en in het volgende moment kunt u deze strategie al handelen. In deze strategieën hebben we nu bijvoorbeeld hier de daily DAX strategie, een heel interessante strategie. En een van onze strategieën, denk ik, is hier ook in de strategieën 41 tot 50. Daar heeft u bijvoorbeeld de morning buy. U ziet het hier, morning buy EU strategie. Ja, om indices in de morgen te handelen, zoals de DAX bijvoorbeeld of de AX, de Eurostox of de CAC 40. En u heeft dezelfde strategie dus ook voor de markten, s'namiddags. Vanaf 15 uur of 15:30. En ook die andere twee strategieën, zoals Morning Angler en Open Trade, vindt u hier terug in het arsenaal van onze tradingstrategie. Wij beginnen met onze eerste strategie, die noemt Open Trade. Open Trade strategie is een heel gemakkelijke strategie die u 's morgens in de eerste tradinguur kunt opvolgen. Die idee is al heel gemakkelijk te verstaan. Het is niet complex en iedereen, denk ik, kan deze strategie toepassen op een platform Nanotrader. De strategie werkt in de eerste uur. Bijvoorbeeld, kijk, u heeft hier om 8 uur of om 9 uur begint de handel. Dat is het DAX-index die je hier ziet, in het klein beeltje hier links beneden. Dat is het DAX-index. De strategie hier is een 8:50 kaars. Dan hebben we, dus dat is een 10-minuten grafiek, hier hebben we een 9:00 kaars. En op dit moment begint het grafiek een trendkanaal te tekenen. En die trendkanaal verbindt alle hoogs met elkaar en alle laagpunten van het grafiek, van alle kaarsen, van alle nieuwe kaarsen met elkaar. U ziet het hier, ze bestaan 1, 2 rode kaarsen en dan 1, 2, 3, 4, 5 groene kaarsen en nog een derde rode kaars. Dus we hebben hier, dat is een 5-minuten grafiek, excuseer, geen 10-minuten grafiek, het is een 5-minuten timeframe. We hebben in totaal dus 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kaarsen. 3, dus 5 groene en 3 rode kaarsen. Dat zijn 8 keer 5 kaarsen. Dus dit is een periode van 40 minuten. Op die deze trendkanaal wordt getekend. Dus is er een verbinding met alle hoge hoogs. Dus met nieuwe hoogs gaat die trendkanaal naar boven. En met de laagpunten wordt er een rode lijn getekend naar beneden. En in het geval van de, of na die 8e kaars, dus dan hebben we een tijd van 9:40, je ziet het al hier, dan vanaf 9:40 kan een entry, dus of een instap van de positie gebeuren. Wat gebeurt er om 9:40? Dus vanaf 9:00 tot 9:40 wordt die trendkanaal getekend en dan ziet u ook de lijn. Die lijnen worden een beetje dikker getekend. Het is een dunne lijn, dunne groene lijn en een rode dunne lijn. En vanaf 49 zijn deze lijnen ook een beetje dikker getekend. Dat betekent dat vanaf deze uur, vanaf deze kaars, is het mogelijk dat we in een trade instappen. En wanneer gaan we beginnen met traden? In het geval van een uitbraak uit deze trendkanaal. De trendkanaal blijft op dit moment, op 49, blijft die
blijft die dus fix, hè, steady. Die blijft fix. En als er een nieuw hoog wordt getekend of een nieuw laag, gaat die zich niet meer aanpassen. Maar deze lijnen zijn dan vanaf dit moment, vanaf 9:40 uur, zijn die fix en die worden ook niet meer beweegd. En in het geval van een uitbraak, maar het, niet gewoon een uitbraak, een intraday candle, u ziet het hier, is een rode candle, een rode kaars. De prijs breekt er wel uit, deze trendkanaal, maar hij sluit terug in de trendkanaal. De sluitingskoers is deze, de punt, dat laag. De punt, of nee, ja, de close price van deze rode candle. Dus we hebben geen sluitingskoers boven die trendkanaal. Maar als we een sluitingskoers boven het trendkanaal hebben, dat is hier het geval, bij het eerste rode, rosa cirkel hier. Daar heeft u een uitbraak en een sluitingskoers boven het trendkanaal. Dit is een uitbraak uit de open range. We noemen dit de open range, omdat het een range is. En in dit geval van een uitbraak nemen we een long positie in. We stappen dus in deze long positie. Dus, wij, nog eens de herhaling. We hebben een trendgevolge van de ontwikkeling in de eerste uur. Kijk nog eens naar de theorie. Het trendkanaal tussen hoge en lage punten wordt getekend tussen 9 uur in dit geval en 9:40 uur, dus 8 kaarsen. En vanaf 9:40 uur is het mogelijk dat wij een long of een short positie, in een long of in een short positie gaan. Bij deze voorwaarden, we hebben een buy long signaal, zoals hier, bij een breakout en een sluitingskoers boven de 40 minuten trendkanaal. En in het geval van een sneden naar beneden van deze 40 minuten trendkanaal, hebben we een short signaal. Dus daar gaan we een short verkopen, of een short signaal, ja, uitvoeren. Dus we gaan dan een positie verkopen die we niet hebben. Dat is een naked short. Dus we zijn dan in dit geval naar beneden. Handelen we dan in het geval van een breakout en een close beneden de 40 minuten trendkanaal. Dan, hoe werkt het met stop of met het koersdoel? U heeft een exit, een time exit, om 13 uur. Dus als er de stop, als niet de stop bereikt wordt of ook niet het profit target, dan wordt de positie automatisch van het nanotrader platform om 13 uur afgesloten. En er bestaat ook een stop en een koersdoel. En deze stops en koersdoel die werken via de average range. Dat is een technische indicator die de volatiliteit aan het meten is. En op basis van de volatiliteit, dat is altijd een multiple van een bepaalde waarde van de volatiliteit, daar wordt dan de stop en het koersdoel geplaatst. In dit geval hebben we een winning trade. Dus hier wordt een long trade ingenomen. Dat is ongeveer 12:25 uur. Een long trade op in dit geval op dit moment. En 1, 2, 3, 4 kaarsen later wordt dit long trade met profit afgesloten. En op het tweede beeld hebben we ook een negatieve trade. We moeten ook altijd in zo'n presentatie alle twee kanten van de trading tonen. Dus een positief en een negatief voorbeeld. In dit voorbeeld rechts hebben we dus een long signaal. En we bereiken, ja, bijna target, maar dus op de halve weg draait die terug naar beneden en dan worden we uitgestopt op onze stoplijn. Dat is de rode lijn, die zit hier binnen de open range. We gaan dit een keer bekijken in het NanoTrader platform. We zullen dus eens een DAX grafiek gaan openen van de Germany 30 CFD. Ja, wij zoeken het instrument via Chartopen. Ik heb het platform nog altijd op Duits. Ik ga het een keer opstarten in het Nederlands. Anders ziet u, mag kunnen hier de platformtaal veranderen. Ik zal platform vlug opnieuw opstarten. Zo hebben we het ook in het Nederlands. Sorry, dat ben ik vergeten. In het begin van de presentatie, maar het gaat toch wel vlug. Dan gaan we een grafiek openen en u de strategie open trades laten zien op de DAX. Voilà, dus open een grafiek. We klikken open een grafiek. We kunnen ook
in de instrumentenboom dus naar beneden klikken, dan hebben we hier indices, indices Europa, en hier vinden we de 30, Germany 30. Hier doet u een rechte muisklik op. Met een linker muisklik opent u helemaal gewoon een normale studie van het instrument Germany DAX 30. Met een rechte muisklik komt u terug naar de template studies en hier vindt u ook de WAS strategieën en ook die open range, open trade strategie, die zit hier helemaal beneden bij O. En met één klik, ziet u, ik hoef alleen maar een rechtsklik te doen op het instrument, ik kies de correcte strategie die ik wil toepassen of die ik wil gaan verhandelen op dit instrument en met één klik wordt die strategie volledig geladen. Ja, we hebben dus de volledige strategie al nu geladen. Je ziet het, dat zijn de laatste dagen. En nu kunt u deze strategie direct gaan handelen als u wilt. Dus u kiest hiervoor uw rekening, demo-rekening, paper-rekening, paper-trade of uw echte rekening, live-rekening. In dit geval kiezen we voor de live-rekening. En dan kunnen we deze strategie normaal gezien op auto-order zetten en dan gaat die volledig automatisch in positie. Of u doet het met een half-automatisch systeem, dus u plaatst de order manueel en per auto-order-functie wordt dan de positie gesloten. Maar het beste is toch altijd met de auto-order-functie, omdat u dan ook de trade niet zal missen in het geval dat het vlug gaat in de morgen. Zo. Bekijken we hier eens een trade van gisteren, 29 juni. Dit is een mooi voorbeeld in dit geval. Hier zien wij dat wij om 9 uur beginnen met het tekenen van het trendkanaal. Ik ga een keer de X en Y rays activeren. Hier ziet u dus de 9 uur kaars. In dit geval een grote kaars bij marktopening, zoals vaak in dit markt. En dan begint hij dus de hogere hoogste te verbinden. Ja, we hebben hier een nieuw hogere hoog dan de volledige kaars. En in dit geval blijft het hoogste hoog. En tot 49 komt er geen nieuwe hoog daartoe. En daarom zit hij dan om 49 nog altijd op dit niveau. En daaronder ziet u het niveau, het lagere level, dus de rode lijn van de trendkanaal zit dan hier beneden. Dus dat is de open range, die gaat van 9 uur tot 9 uur 5, dus van 9 uur tot 9 uur 40, sorry. Kunnen we dit een keer highlighten als je wilt, met een blok. Dit is de open range. Voilà. Gaan we dit een keer zo doen. Dit is de open range. Die wordt nu gefixeerd om 49. En bij het eerste uitbraak met een sluitingskoers, ja, boven de bovenste lijn van het trainingkanaal, dus dat is hier niet het geval. Het is alleen maar de grafiek, de prijs die een keer uitkijkt, dus boven dit kanaal en dan terug duikt onder deze lijn en in dit geval ook. Maar hier hebben we toch een mooie uitbraak en een sluiting boven deze kaars. En in dit geval gaan we dan long. Normaal gezien bij het openen van de volgende koers, dus bij de volgende kaars. U mag dit veranderen bij de close van dezelfde kaars of bij het openen van de volgende kaars. Dat kunt u veranderen in de Evaluator settings, dat is hier op het NanoTrader platform. Dus sentiment instapsignaal sluit op bij dezelfde staaf. Of bij open volgende kaars en uitstap ook. Dus nu heeft u de signaalindicatie in deze kaars waar we het signaal hebben. En de instap is bij de volgende kaars. Hier halen wij geen koersdoel en geen stop. Dus hebben we dus de time flat filter die hier de positie afsluit. U ziet het, dat is een close long signaal. We kunnen dat ook hier tonen. Sluit long bij de time blocker van de Express programmering. Dus dat is altijd de Express, is een script. We noemen dat de script language van het NanoTrader platform. Die noemt dan Express en die bestemt nu dat wij om punt
13 uur de positie afsluiten. Dit wordt automatisch gedaan van het NanoTrader platform. Ja? Dus zo ziet het eruit op het NanoTrader platform als u bijvoorbeeld wilt handelen met Open Trade strategie. Hier heeft u een negatief voorbeeld. Hier hebben we een stop. Ja, hier werd die strategie uitgestopt. Ook met het ook met de timestop of met de timeblocker express, dus met de flatfilter, werd die uitgestopt om 13 uur. Wij gaan, er zijn geen vragen voor het moment, dus ik kijk altijd met het rechte oog naar de vragen. Er zijn er geen voor het moment, dus wij gaan dan onmiddellijk naar de tweede strategie, die je noemt Morning Angler. Ja? Morning Angler is een heel interessante strategie. Waarom noemt die Morning Angler? Het gaat om het vissen, als je zo wilt. Ja, dus om het angelen. En de anglerstrategie. De bedoeling is dat u met deze strategie een grote performance, dus een grote uitbraak, af en toe kunt halen. En er zijn ook vele kleine uitgestopte trades daartussen misschien. Ja, zoals u bij het vissen altijd enkele kleine visjes gaat vangen en dan misschien één keer op de dag of één keer in de week een grote exemplaar. En zo is het ook bij Morning Angler. U heeft altijd een positie. Ja, elke dag wordt er een positie ingenomen en elke dag op dezelfde uurtijd. Het is een heel eenvoudige, opnieuw een heel eenvoudige en effectieve strategie. Het is een trendvolgende daytrading systeem. Ja, dus de meeste van onze strategieën zijn allemaal trendvolgend. En het is ook een daytrading strategie. In dit geval op het 40 minuten grafiek wordt die aangepast. En er wordt een MACD genomen om de trendrichting te bepalen. Ja? De bepaling van de trendrichting dus, die volgt via de MACD, dat is de Moving Average Convergence Divergence Indicator. En die wordt een beetje, ja, er wordt een big picture van genomen. Dus we bekijken die MACD niet alleen maar op de hoofdgrafiek, dus op het 40 minuten grafiek, maar op het 4 uren grafiek. Hoe doen we dat? Er wordt een 6 keer aggregatie, dus een de samenvatting van het mastergrafiek in een subwindow, dus in een klein venstertje daaronder, wordt het samengevat. U ziet het hier heel klein, ik toon het u ook nog straks op het NanoTrader platform in live. Dus wordt de trend langer bekeken, op een langere periode. En bij, bij deze analyse van een langere trendperiode zien wij of we, zijn we dus, hebben we een positieve MACD, dus is de kortere lijn, de snellere lijn, zit die boven de langere lijn, of de termijn op langere termijn, of zit die daaronder? In het geval van een positieve MACD hebben we dus een long trade, dan gaan we in een long positie instappen om 10 uur 's morgens, ja, dus elke dag. En hebben we een negatieve MACD, dan betekent dit dat we een short positie ingaan. Ja? Dat is het enige verschil. Deze strategie heeft geen koersdoel, dus de winst laten we altijd lopen. En deze strategie heeft een trailing stop, dus soms op de dag, het mag direct daarna gebeuren of enkele minuten later, of soms ook alleen maar aan het einde van de dag wordt de trade ergens uitgestopt. Maar het is mogelijk dat dit met een verlies gebeurt, dus heel vlug na het instappen van de positie, of met een winst. Ja, dus als die trade, zoals hier links, bijna de hele dag naar beneden gaat, ja, dus we hebben hier een short positie ingenomen om 10 uur 's morgens, en die gaat de hele dag naar beneden en wordt alleen maar 's nachts uitgestopt, omdat we hier dan terug naar boven draaien. In dit geval hebben we een grote winst meegenomen. Je ziet het, een heel perfecte trade van enkele 100 punten. Ik denk dat het een week of twee geleden, het was op 18 juni, dus het is alleen maar 2 weken of 12 dagen geleden deze grote winst. Short trade, trailing stop die heel dicht bij het koers zit, bij de koersbeweging. En in dit geval hebben we een grote winst meegenomen. Rechts ziet u toch ook opnieuw hier een
voorbeeld van een negatieve trade. We hebben hier om 8 uur, om 10 uur long positie, een long signaal gekregen, omdat we een positieve MACD hebben. Dus long signaal, long buy in dit geval. En direct daarna gaat die markt naar beneden en we zijn vlug uitgestopt. Dus dat zijn 1, 2, 3 kaarsen op het 40 minuten grafiek. Betekent 120 minuten, dus 2 uur later ben je al uitgestopt. En de stop zit op 1,5 maal 36 perioden van het average range. Dat zijn in totaal 24 uur, dus één dag. Ja. 36 keer 40, 36 perioden à 40 minuten betekenen in mathematisch precies 24 uur. Dus 1440 minuten. En die trainingstop zit gemeten op die waarde van de ATR op 1,5 maal deze ATR-waarde. Er staat geen koersdoel, zoals ook al voor gezegd voor deze strategie. We bekijken deze strategie, ook deze strategie, in Nanotrader. We hebben de grafiek al geladen van de DAX. Ik moet nu alleen maar veranderen van strategie. Dat doe ik hierboven links in het grafiek, indien ik op Studies klik en alleen maar van Template Studies verander. Dus ik klik op Studies, ik verander niet het symbool, maar de Template Studie. Dus ga ik terug mijn WS-strategieën zoeken. En in dit geval zijn we op zoek naar Morning Angler strategie. En dan gaat die met één klik dus nu de nieuwe strategie laden. En wat zien we nu? Wij zien de strategie Morning Angler en de signalen van de laatste dagen. En hier hebben we nog eens het voorbeeld terug wat we gezien hebben op onze slide. Dus we zien hier deze mooie trade van de 18 juni. Het is een short trade bij ongeveer 15.715 punten. En we hebben een winst meegenomen tot en met hier van ja, ongeveer 400 punten. U ziet het, dat is een grote beweging. Als u die doet met een FDAX bijvoorbeeld, met een future DAX, heeft u daar 400 punten winst in. En ja, maal 25 euro, dat is de puntwaarde van een future DAX, heeft u daar een winst mee gedaan van 10.000 euro. U ziet, het kan heel vlug gaan. En als we dan ook eens een keer een negatieve trade hebben, zoals hier, dan zijn we toch vlug uitgestopt. Dus de stop is dichtbij. Dus je verliest nooit veel. Ja. Je heeft kleine stops. En ook als je dan alleen maar 7 of 8 stops heeft, en dan 1 of 2 grote bewegingen meeneemt, dan compenseert u altijd de verlies van 7 of 8 stops. Compenseert u altijd met 1 of 2 trades. En daarna bent u al terug profitabel. Ja. Het gaat vlug. Dus daarom is het een heel effectieve strategie. Ook als er ja, 70 of 80% verliestrades erbij zitten. Dus altijd kan hij nog altijd profitabel zijn. Bekijken we eens de trade van vandaag. Is er een trade geweest vandaag? Ja, vandaag is er een negatieve trade geweest. Ja, vandaag hebben we een kleine duik gehad. Dus een kleine mini-crash van 300, 400 punten deze morgen. Met de payrolls in Duitsland en in Europa die negatief waren. Gisteren ook een negatieve trade, maar geen zo groot verlies. Je ziet het, short gegaan hier en bijna direct uitgestopt, enkele kaarsen later. Eergisteren ook, op 28. Dat zijn de trades van de laatste dagen, zijn allemaal verliestrades geweest. Maar je ziet, er zitten er veel verliestrades in, maar als er een winsttrade is, is die toch meestal een grote winst. Hier hebben we nog een winsttrade van de 22 juni. Ja, ook een mooie performance van ongeveer 500, van ongeveer 100 punten. Dat is niet zoveel, maar ja, het zijn toch 2500 euro met één future contract. En als u dan Nanotrader opstart en de strategie bekijkt, kunt u dus alle trades de laatste dagen en weken analyseren, trade per trade. En u kunt dat zeker toch ook backtesten als u wilt. Een kleine vraag aan u, dames en heren. Is er iemand geïnteresseerd in het openen van een rekening, als u nog geen klant bent,
kunt u bij ons een rekening openen. Gaat heel vlug op de website. Rechtsboven staat in het groen rekening openen. En gaat 5 tot 10 minuten bent u daarmee bezig, niet langer. En dan heeft u online een rekening geopend. Die kunt u altijd opzeggen, elk moment. Er bestaat geen minimum looptijd of zoiets. Het bestaat niet bij WA Self Invest. En u heeft daar ook een permanente demo die je kunt gebruiken om de platform te testen en te leren. En ook om alle strategieën uit te testen. Dus als er iemand geïnteresseerd is, mag u hier op ja klikken. Anders klik gewoon op nee. Als je bijvoorbeeld al klant bent bij WA Self Invest. Ja, en de derde en laatste strategie van vandaag is de morning buy strategie. Ook een heel gemakkelijke strategie. Maar een strategie die nooit short verkoopt. Dus we hebben geen short posities. Ze gaat alleen maar long. Daarom staat ook nog het woord buy in de strategie. Dat is een strategie die heel gemakkelijk is om, om de strategie te leren of ze te handelen. En ze gaat alleen maar long. Ja. En het is ook een strategie die niet altijd een trade heeft. Dat bestaat niet elke dag een signaal. Ja, waarom is dat zo? Omdat we dus hier ook een trendbepaling hebben, terug van de technische indicator MACD, een heel bekende en vaak gebruikte indicator, technische indicator. En deze MACD wordt met de normale parameters gebruikt, 12 en 6, dus twee lijnen die elkaar kruisen. Of snelen kunnen bij een lijn van 12 perioden en een van 26. En de trendbepaling dus volgt door deze MACD over 4 uren. Dus we hebben terug een langere periode waar we naartoe kijken, op een langere periode. We zitten dus op een 10 of 15 minuten grafiek die we handelen, maar de MACD wordt terug op langere termijn geanalyseerd. Ja, dat is het belangrijke. In dit geval gaan we ook direct 's morgens long, ja, ook rond 10 uur, in dit geval is het 39 al, bij een positieve MACD. Dus als er een negatieve MACD, dus au contraire, als er een negatieve MACD bestaat, als dus de lijn van 26 over de lijn van 12 ligt, ja, dan hebben we een negatieve MACD. In dit geval geen signaal. Geen trade voor deze dag. Ja. We gaan dus alleen maar long om 9:30 's morgens bij een positieve MACD. Money management hebben we is een beetje anders dan bij de eerste twee strategieën. We hebben terug opnieuw een flat filter, dus dat we zeker zijn dat we nooit met een overnight positie op de rekening hebben. Dus we gaan terug flat. Of we sluiten, met andere woorden, we sluiten de positie af om 21:30 in dit geval. Ja, niet 's middags, maar om 21:30. Dus de positie mag blijven bestaan de hele dag. Waarom is dat zo? We hebben een van de twee koersdoelen die heel ver weg zit. Die zit op 3%, je ziet het hier. En we hebben een stop, die zit op 1%. Ja. Dus we kijken een keer aan deze strategie in dit voorbeeldje hier, in deze screenshot. Daar hebben we signalen op 4 consecutieve dagen. Dus dat is niet altijd zo. Dus we hebben niet altijd 4 dagen op elkaar een positieve MACD. Maar in dit geval is het zo geweest. U ziet het in de screenshot. We hebben een signaal hier, dag 1. En de grijze achtergrond, dat betekent, dat is in dit geval de sluiting via de flat filter, 21:30. U ziet dat er bestaat een koersdoel die is ver weg, dat is de groene lijn, die zit hierboven. En een stop die is relatief dichtbij, die zit op 1%. En meestal wordt dus de positie gesloten via de flat filter om 21:30. Zo is het in dit geval, op dag 1. Hier hebben we een kleine verlies gedaan. We gaan hier op dit niveau long. En een beetje daaronder gaan we flat uit de positie om 21:30 s'avonds met een klein verlies en uitgestopt door de flat filter. Op dag nummer 2 gaan we long en sluiten de positie af met een mooie winst s'avonds om 21:30. Ook opnieuw via de flat filter.
met de grijze achtergrond. Dus de stop is ver weg en in dit geval ook nog het target, omdat die toch bij 3% zit. Ook dag nummer 3 werd afgesloten met een mooie winst. Dus de hele dag zijn we in positie. De DAX evolueert naar boven en we sluiten af met een winst via de flatfilter. En op de vierde dag doen we een verlies en verliezen dus onze risicomarge van 1% in dit geval. En u ziet dat het een strategie is die niet elke dag signalen heeft, maar als er signalen zijn, zijn meestal positieve signalen. Dus we gaan alleen maar short, nooit alleen maar long, nooit short. En er zijn alleen maar enkele trades per jaar waar wij echt het koersdoel van 3% kunnen halen. Dat is niet vaak het geval. Ja. Een dag waar u 3% of meer haalt, is raar, zo gezien. Dus, maar als we dus een grote beweging halen, zijn we dan op deze dag met op de dag met daarbij. En het ergste wat kan gebeuren is dus een stop van 1% risico. Dat is dus dan het maximum wat je kunt verliezen. Ook hier, hopla, ook hier kunnen we dit opnieuw bekijken op onze NanoTrader platform. Ook hier veranderen we nog eens van template study en gaan naar WAS strategieën. En gaan naar beneden tot we Morning Buy Europa vinden. En kijken een keer wat er gebeurd is in de laatste dagen. Ik doe eens een zoom in op deze 1, 2, 3, 4, 5 dagen hier van laatste en deze week. En we kijken eens wat er hier is gebeurd. De MACD zit duidelijk te zien in positieve terrein. Ja, dus de blauwe lijn is de lijn van 12 perioden. Ja, die gaat een beetje vlugger naar beneden, naar boven. En dan die andere lijn is die lijn die een beetje trager is. En dat is de lijn van 26 perioden. Dus hier zitten wij met de blauwe lijn boven de rode lijn. Dan in dit geval is de MACD positief. En de achtergrond van de grafiek is ook groen getekend. Dat ziet u direct. Je kunt het normaal gezien ook dit echter niet tonen. Dan weet u dat we hier een positieve MACD hebben op dag 1, 2 en op dag 3 een negatieve MACD, omdat hier de achtergrond rood getekend wordt. Duidelijk te zien dat we hier dus een snee, dat wordt die lijn gesneden opnieuw naar boven van de rode lijn. Of anders gezien, de blauwe lijn gaat onder de rode lijn, is een negatief MACD in dit geval. En hier wordt die terug positief. Ja. Dus we hebben 4 dagen. We hebben hier een long signaal. 9:30 wordt het ook op hier, moeten we normaal gezien veranderen, op open volgende staaf. Want we willen niet aan het einde van 9 uur, maar bij het openen van de 9:30 kaas in de positie stappen. Dus hier gaan we long. En dit is gebeurd op 23 juni, dat was laatste week. Hier gaan we long en in dit geval werden we bijna uitgestopt door de stop, maar hier om 21:30 door de flatfilter in dit geval. Dan hebben we een verlies gedaan, in dit geval van 15.600 na 15.485, dus ongeveer 115 punten verlies. Dat is dus dag 1 met een winst, met een kleine winst afgesloten. Long hier en dan met een kleine winst van 550 ongeveer 70 punten. Dan hebben we op dag 2 115 punten verlies. Dan hebben we op dag 3 geen trade. Waarom niet? Omdat we geen positieve MACD hebben om 9:30. Hier is 9:30. De MACD is negatief. Chartachtergrond is rood, bedoelt voor ons geen signaal, geen trade. Op dag nummer 4, opnieuw een long signaal, ja, met een kleine winst aan het einde van de dag van ongeveer 50 punten. En op dag nummer 5 in dit voorbeeld
hebben we hier een long trade en we worden afgesloten met een klein verlies aan het einde van de dag van ja, ongeveer 25 à 30 punten. Dat is niet veel, maar u ziet, het is een heel interessante en ook gemakkelijk te verstaan de strategie. Hier is een vraag, opla, hier is een vraag van een deelnemer. Hoe kan je short gaan als je het onderliggende instrument niet hebt? Dat kan. Ja. Bij stocks bijvoorbeeld, bij aandelen, bij echte aandelen, als je echte aandelen handelt bij een stockbroker of zo, kunt u alleen maar short gaan als dit instrument ergens in het bestand is van de bank, van de stockbroker. Dus iemand moet long zijn op dit instrument en ook op de voldoende volume. Maar een CFD... Ja, is ook een derivaatproduct. Dan kun je altijd op short gaan, omdat wij dan altijd de mogelijkheid hebben via verschillende depotbanken iemand te vinden die waar het aandeel in het bestand zit. Of hier in dit geval wordt het toch, is geen aandeel, het is een index. Hè? In dit geval is het een index en op CFD's, op indices of met echte futures kun je altijd short gaan of long gaan. Dan moet u het instrument niet, het onderliggende instrument moet u niet unbedingt hebben, moet niet in het bestand zijn van de broker, hè? Bestaat ook niet in dit geval. Het is alleen maar een aankoop of een wet, dus u doet alleen maar een CFD trading is contract for difference, dus je wint, doet alleen maar winst of verlies tussen het aankoopprijs en het verkoopprijs. Hè? Dus u heeft geen echte bestand van het instrument in uw depot. Zo, dat was de derde strategie. En u vindt alles terug op onze website. Ik heb het u al laten zien. Daar hebben wij dus de link via naar de strategieën. Als u daarop klikt, vindt u de strategieën onder elkaar van nummer 1 tot nummer 76 nu. En als u op ene strategie klikt, vindt u dan ook de gedetailleerde beschrijving van elke strategie terug. Ik zal het een keer laten zien hier. Bijvoorbeeld bij de Daily DAX klikt u op meer, ziet u de volledige beschrijving van elke strategie, van deze strategie hier in en detail. Ja, dus in een summary box ziet u voor wie deze strategie geschikt is, voor welke type of trader, voor welk instrument, hoeveel signalen ongeveer per dag of per week. Hier zijn voorbeelden van posities. Wordt er altijd beschrijven hoe werd de positie of wanneer werd de positie geopend, wanneer wordt ze gesloten, wat is het money management, etc. Dit heeft u voor elke strategie. Dus er bestaat altijd een gedetailleerde beschrijving van de strategie. Voor welke type trader is die geschikt? Voor welke markten, welke instrumenten, de frequentie van de signalen, de voorbeelden. Er bestaan voorbeelden van trades met screenshots, zoals u gezien heeft hier bij elke strategie. U heeft soms ook educatieve films of links naar webinars. Als we die gedaan hebben voor deze strategieën. Soms heb je ook backtesting resultaten en hoe je de strategie moet toepassen staat op het einde van elke, aan het einde van elke beschrijving. Ja, dat is het voor vandaag. Ja, bedankt voor uw deelname. Als u nog vragen hebt, mag u die nu stellen. Anders zeg ik dank u allemaal voor uw deelname van vandaag bij het webinar over efficiënte en gemakkelijke trainingsstrategieën die u 's morgens kunt handelen, vooral op indices zoals AEX, CAC, DAX en Eurostox. Dit zijn gemakkelijke, toe te passende strategieën voor iedereen die volledig gratis zijn, die kunnen gebacktested worden en die hebt u allemaal in het NanoTrader Full Platform. Dank u. Als er geen vragen meer zijn, zeg ik dank u voor dit moment en nog een prettige avond voor iedereen.